Tijdens het grote vogelweekend roept Natuurpunt de Vlamingen waaronder heel wat jongeren terug op om massaal de vogels te tellen in hun tuin. En het Natuurpunt Museum in Turnhout stelt ter gelegenheid daarvan zijn deuren open. Natuurpunt probeert veel te doen voor de natuur. Wij doen dat in reservaten, maar evenzeer vinden wij belangrijk dat er in de tuinen ook veel gebeurt voor de natuur. En daarom is het belangrijk dat we de tuinvogels blijven voederen. In het museum tonen ze allerlei praktische voorbeelden. Ja, eigenlijk een voedertafel plaatsen, niet dicht bij het huis misschien, maar een beetje verderaf. En voeder strooien, en dit is ook een leuk ideetje. Daar waren we eigenlijk zelf niet opgekomen, dat hebben we ook maar van mensen hier, bij Natuurpunt zelf. Dus je pakt gewoon een zak pindas, dat zijn niet geroosterde natuurlijk, hè, want je hebt ook geroosterde ook, maar dat moet een gewone zijn. We zijn nu eigenlijk met een schaartje gewoon gaatjes aan het boren en dan Ilse hangt dan alvast als voorbereidend werker een touwtje aan en dan straks kunnen dan zo een heel streng met nootjes in de bomen hangen. En dan lokt de vogeltjes, dat vinden ze heel leuk. Er zijn heel veel verschillende manieren om vogels te voederen zelfs. Je kan een koker hangen waarin je allerlei zaden in doet. Je kan een voederhuisje maken waarop je dan zaadjes strooit. Je kan ook gewoon op de grond voeder strooien. Je kan appels leggen. Er zijn zoveel verschillende manieren. En elk voeder trekt wel andere vogels aan. Dat is ook leuk. Heb je iets gemaakt op school? Ja. En wat is dat dan? Een pindaketting. Een pindaketting? En wat kan je daar zo mee doen met die pindaketting? De vogeltjes eten mee geven. En wat vind je zo interessant aan de vogels? Omdat die veel kleuren hebben. De zesjarige Jim toont alvast interesse. Wat Natuurpunt een goede zaak vindt. Voor Natuurpunt is het ook heel belangrijk dat we de jeugd betrekken bij de natuur. Het gaat over de toekomst van de natuur veiligstellen. En ook de kinderen van onze jeugd die willen ook nog van de natuur kunnen genieten. Maar ja, zoals men zegt, onbekend is onbemind. Dus het is heel belangrijk dat de natuur dichter bij de kinderen komt, dat de kinderen de natuur leren kennen. We hebben de voorbije week zelfs scholen ontvangen, groepen van lagere schoolkinderen. Dat was heel interessant, die waren geweldig geïnteresseerd. En wij hebben speciaal een tentoonstelling gemaakt waarin dat je alle vogels kunt terugvinden die in de tuinen voorkomen. Scholen blijken de ideale plaats om interesse op te wekken. Maar hoe voer je nu een perfecte telling uit? We hebben een website, vogelweekend.be, waarop we een folder staan hebben ook met alle vogels, tekeningen en foto's van die vogels, zodanig dat ze ze vlot kunnen herkennen. En dan hebben we ook uitgelegd op die website hoe ze die vogels moeten tellen. Want ze moeten dus per soort het maximum noteren dat ze tegelijk kunnen waarnemen. Dus als je één keer 3 koolmezen ziet en dan is 5 koolmezen en dan is 2 en dan weer 3. Ja, dat was 5 het meeste en dan wordt er dus 5 genoteerd. Vorig jaar waren de mussen de meest getelde vogels. De huismus. Hè? En de tweede waren de vinken. En de derde waren de koolmezen. Dat zijn nu vogels, omdat ze zoveel voorkomen, die de meeste kinderen ook wel kennen. Hè? De resultaten worden nu geleverd op vogelweekend.be. Binnenkort kunnen we de uitslag. Maar het belangrijkste is dat men de vogels blijft voederen in de tuin. Dit was Dries Gerejaert voor Mediaraven VZW van Turnhout.